staat het Bijbelboek. Het Bijbelboek ligt opengeslagen op het Pinksterverhaal. En ik wil het jullie voorlezen zoals Nico Terlinden het heeft hertaald. Het werd weer Pinksteren en het was dus druk in Jeruzalem. Van alle kanten kwamen de mensen toegestroomd. En niet alleen het volk van Israël was op de been. Je zag ook Parten, Meden en Elamieten, Romeinen en Egyptenaren, mannen en vrouwen uit Arabië en Griekenland en uit nog een heleboel andere landen. Het leek wel of alle 70 volkeren van de wereld in Jeruzalem bijeengekomen waren. Vreemd was dat. De apostelen keken hun ogen uit. Het was ook vreemd dat, hoewel er geen wolkje aan de hemel stond, plotseling donderslagen weer klonken, net als bij onweer. Het lijkt hier de berg Sinaï wel, zei Petrus. Daar begon het 50 dagen na de uittocht uit Egypte ook ineens te waaien en te donderen en te bliksemen. God daalde neer in vuur, weet je nog? Het was nog niet uitgesproken of er kwam vanuit de hemel het geluid van een geweldige windvlaag. En vuur zagen de apostelen ook. Tongen van vuur boven ieders hoofd. En zie, de geest van God, die in het begin over het water zweefde, de adem van God, die Adam de levensadem gaf, de geest die Mozes en Elia en Jezus bezielde, die geest, die adem, bezielde nu ook de apostelen. Vurig begonnen zij ter plekke te getuigen en ze spraken zo dat alle mensen in Jeruzalem, Joden en vreemdelingen, en in hun eigen taal konden verstaan. Maar hoe kan dat nu? Riepen ze uit. Wij komen uit alle streken van de wereld en die apostelen zijn maar gewone Galliërs en toch hoort een ieder van ons hen in zijn eigen taal. Maar er waren ook die schouders ophaalden. Die kerels zijn niet goed bij hun hoofd, zeiden ze. Ze hebben te veel gedronken. Maar helemaal niet, zei Petrus. We zitten niet vol met drank. We zijn vervuld van Jezus, de koningszoon. We willen aan iedereen die het maar horen wil van hem vertellen. Het verhaal van zijn leven en zijn dood. Van zijn opstanding en zijn hemelvaart. Let op. Vanaf de dag van vandaag gaat dat verhaal de hele wereld rond. Petrus zag dat er steeds meer mensen kwamen om naar hem te luisteren. En dat gaf hem moed om door te gaan. Jullie weten toch waar onze profeten van droomden. Ze droomden van een wereld waarin kinderen onbezorgd kunnen spelen. Waarin grote mensen geen oorlog meer voeren. Waarin de rijken hun rijkdom met de armen delen. Gezonde mensen zich over de zieken ontfermen en sterke mensen zich om de zwakken bekommeren. En waarin oude mensen niet bang zijn voor de dood. En zal ik jullie eens wat zeggen? Ik geloof dat die droom werkelijkheid wordt. Wanneer wij in de geest van Jezus leven, dan komt het koninkrijk van God vast